Ik denk dat bij je eerste gesprek, eigenlijk bij je eerste contact met GGZ, dat dat al psycholoog zou moeten zijn. Ik denk de psychologische behandeling specifiek, waarin je echt heel specifiek met die betekenis aan de slag gaat. Daar is de richtlijn bijvoorbeeld ook vrij duidelijk over, daar ben ik het eigenlijk mee eens. Dat zou iedereen gewoon direct aangeboden moeten krijgen. Ja. Feit is helaas dat ondanks alle onderzoeken en goede boeken en trainingen, dat we ook zien, en daar hebben ze ook weer onderzoek naar gedaan, over onderzoek naar, dat helaas maar een heel klein deel van de mensen, zo'n 10% waarschijnlijk, het echt ook daadwerkelijk aangeboden krijgt. David, cognitieve gedragstherapie bij psychose, dat wordt niet zo heel veel toegepast. Kan je eerst uitleggen wat cognitieve gedragstherapie is? Ja, eigenlijk, het zijn een beetje moeilijke, of het valt het woord cognitie ingewikkeld. Eigenlijk is cognitieve gedragstherapie, betekent eigenlijk denken en doen therapie. Dat betekent dat we bij die therapie, het is gewoon een gesprekstherapie waarbij je met een therapeut eigenlijk samen een beetje een team vormt en samen gaat onderzoeken wat er eigenlijk in je leven gebeurt. En daarbij richten we ons op enerzijds wat je allemaal denkt en ten tweede op wat je, hoe je omgaat met de dingen die gebeuren. En om een simpel voorbeeld te geven, als iemand een angst heeft voor honden, dan zitten daar vaak bepaalde ideeën achter. Dus we gaan op zoek naar welke ideeën zijn dat. En dat is bij angst voor honden vaak. Hè. Als ik bij honden in de buurt kom, dan zullen ze me doodbijten. En het is belangrijk om te gaan snappen welke ideeën erachter zitten. Vervolgens gaan mensen ook allerlei dingen doen om te zorgen dat, ja, we willen allemaal overleven en we willen allemaal voorkomen dat het misgaat. Dus mensen gaan ook bijvoorbeeld honden uit de weg. Of gaan op straat als ze een hond tegenkomen, steken ze over. Of ze gaan niet met de fiets langs dat stukje van de wijk waar honden worden uitgelaten. Dus kortom, ze hebben een strategie om het uit de weg te gaan. Ja. Om ermee om te gaan. Exact. En die strategie zorgt vaak, op de korte termijn helpt dat, maar het vermindert angst, maar op de lange termijn verergert het eigenlijk vaak juist het probleem. Want elke keer dat je honden uit de weg gaat, leer je van, dat heb ik overleefd doordat ik leef weer een dag langer doordat ik honden uit de weg ben gegaan. Nou, bij psychose is het eigenlijk niet anders. Dus als mensen stemmen horen, gaan we met mensen kijken naar, wat zeggen die stemmen nou precies? Wanneer zeggen ze dat nou vooral tegen je? Hoe doen ze dat? Als die stemmen die dingen tegen je zeggen, welke betekenissen geef jij daar dan aan? Welke opvattingen heb je over die stemmen? Waar komen die vandaan? Wat is hun bedoeling? Hoeveel macht kunnen ze op je uitoefenen? Als die stemmen zeggen spring in de sloot, moet je dat dan ook doen? Wat gebeurt er als je dat niet doet? Kortom, we proberen goed te begrijpen welke betekenissen mensen geven. En we proberen ook heel goed te begrijpen hoe ze erop reageren, wat ze doen. Want heel vaak zien we dat mensen hele beangstigende betekenissen geven aan bijvoorbeeld stemmen en ook vaak bijvoorbeeld de dingen gaan doen die stemmen ze opdragen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor de negatieve consequenties als ze dat niet doen. Kortom, we gaan samen onderzoeken en eerst maar eens gewoon begrijpen van wat gebeurt er nou precies in je hoofd, in je lijf, in de buitenwereld, welke betekenissen geef jij daaraan? Dus we gaan echt proberen om als therapeut echt over de schouders van die persoon mee te kijken naar hoe zie jij nou de wereld. Niet zeggen je hebt last van klachten of maar gewoon zeggen, luister, jij vertelt mij dat jouw buren het op jou gemunt hebben. Vertel eens, hoe heb je dat ontdekt? En waar merk je dat allemaal aan? En wat heb je allemaal al ondernomen? Dus we proberen echt een heel goede samenwerkingsrelatie te creëren op basis waarvan we samen kunnen gaan kijken of wij als therapeut iets kunnen doen om mensen te helpen om minder last te hebben van die dingen. Met als doel dat ze daar minder door gehinderd worden in hun sociaal-maatschappelijk functioneren. Heb je het dan vooral over stemmen, omdat je dat als voorbeeld noemt? Of gaat het gewoon over alle... Nee, dat doen we eigenlijk bij... waar we het best in zijn, zou je kunnen zeggen, is in het behandelen van lijdensdruk als gevolg van stemmen. En als gevolg van overmatige achterdocht. Dus mensen
zien bijvoorbeeld mensen op straat naar ze kijken en hebben dan het idee van, nou, die mensen hebben het slecht met me voor. Of hebben het idee van bepaalde collega's of klasgenoten van, nou, die niet alleen die moeten me niet, maar volgens mij zijn ze zelfs iets aan het bekokstoven en zitten ze me dwars. En daar hebben mensen wel last van. En dat zijn eigenlijk de twee dingen waar we ons van oudsher het meest op richten. Iets waar we ons tegenwoordig ook veel op richten is op negatieve verwachtingen over je eigen vermogens. En over negatieve verwachtingen over je vermogen om gewoon mee te doen. Dus met een mooi woord noemen we dat defaitistische gedachten. Dokters en psychologen noemen dat ook wel negatieve symptomen. Dus we zien dat mensen dan veel moeite hebben om zich tot dingen te zetten. Als mensen psychose hebben, dat niet iedereen heeft dat, maar sommige mensen hebben daar veel last van, het zich moeilijk kunnen motiveren. En inmiddels weten we dat dat voor een deel ook samenhangt met hele negatieve verwachtingen over, kan ik eigenlijk nog wel goed studeren? Of ben ik nog wel goed in staat om me in het sociale verkeer te begeven? En dus wat van oudsher klassiekerwijs negatieve symptomen worden genoemd, dat zie jij meer als een gevolg van wat iemand is overkomen en dat daardoor zelfvertrouwen is afgenomen, vertrouwen in de eigen. Okay. En dat zien wij niet alleen zelf, maar er zijn ook onderzoekers die hebben met mediatieanalyses hebben ze gekeken naar wat verklaart nou het feit als mensen bijvoorbeeld als hun denkapparaat, hun cognitief functioneren minder goed werkt, dan zien we dat ze slechter functioneren gemiddeld genomen. En die hebben gekeken hoe komt dat nou en die hebben ontdekt dat dat vooral samenhangt met negatieve verwachtingen over je eigen vermogens. Dus iets waarvan vroeger gedacht werd, nou, dat is een defect of dat het zit er niet meer in. Hoort bij de ziekte? Hoort een beetje bij de ziekte. Daar weten we nu van nou ja, en dat kan voor een deel met medicatie samenhangen, want die kan je wat versuffen. Maar hangt ook voor een heel deel samen met afgenomen zelfvertrouwen. En als je dat kunt onderzoeken en kunt gaan begrijpen, dan is de volgende stap in de behandeling dat je dat kunt gaan toetsen. Dus wat ik net omschreef is eigenlijk stap 1. Stap 2 in de behandeling is dat we dingen gaan uitproberen. Dus dat we bijvoorbeeld, als jij gelooft dat dingen jou niet meer zullen lukken, dat we gaan gewoon testen en beginnen met kleine, simpele dingetjes en dat maken we steeds ingewikkelder. Hetzelfde geldt voor stemmen. Als jij het idee hebt dat stemmen, als jij niet naar je stemmen luistert, dat jou of je naaste iets ernstigs overkomt. Op een gegeven moment hopen we zoveel ervan te begrijpen met mensen samen en dat mensen op een gegeven moment het aan gaan durven om eens te gaan kijken of ze anders met die stemmen om zouden kunnen gaan. Of ze bijvoorbeeld in plaats van ernaar te luisteren al te doen wat de stemmen zeggen, is zouden kunnen gaan proberen om dat eens niet te doen, om eens te gaan kijken hoeveel macht die stemmen daadwerkelijk hebben. En wat mensen bijvoorbeeld vaak ontdekken is dat die stemmen helemaal geen handjes en voetjes hebben. Die kunnen dreigen en roepen, maar ze kunnen jou niet in de sloot gooien. Je springt altijd nog zelf in de sloot. Hetzelfde geldt voor achterdocht, dat we uiteindelijk met mensen gaan toetsen. Als jij naar de supermarkt gaat, word je dan ook daadwerkelijk vermoord? Of lagen ze je dan ook echt uit? Ja, zijn mensen op je werk nou daadwerkelijk echt bezig om jou, zitten die continu echt de hele dag over jou te praten en willen die jou echt wegpesten? Hoe heet dat in psychologische termen, exposure? Dus wat iemand gelooft, ga je toetsen aan de werkelijkheid samen met iemand, vertrouwt iemand erbij die jou helpt? Hoe heet dat? Ja, dat wordt wel exposure genoemd. Mm. Exposure is vooral echt, is Engels voor blootstelling. Dat is gewoon je blootstellen aan iets wat je eng vindt en ervaren dat je het eigenlijk wel aan kan. Wij spreken vaak graag over de term gedragsexperimenten. Wat eigenlijk betekent, je gaat echt een experiment doen. En dat experiment kan twee uitkomsten hebben. Of het gebeurt wel, of het gebeurt niet. Het hoeft ook niet te lukken dan? Het hoeft ook niet per se te lukken. Maar we proberen die experimenten ook wel zo op te zetten met mensen, dat je er in ieder geval altijd iets van leert. Want wij kunnen niet voorspellen wat er wel of niet gebeurt. Er zijn ook mensen in de maatschappij die worden ook echt het leven zuur gemaakt. De vraag is vaak, zijn anderen wel echt zo erg met jou bezig? En zijn de consequenties wel echt zo groot als jij denkt? En vaak ontdekken mensen dat daar heel veel meer nuance in zit. Dat ze eigenlijk veel meer bewegingsvrijheid hebben dan ze dachten. En het doel van die therapie is dus ook absoluut niet om stemmen weg te nemen. Of om mensen te laten inzien, ik word helemaal niet achtervolgd. Dat gebeurt soms wel, dat stemmen weggaan. Of dat mensen zeggen, nou,
ik heb dat toen gedacht, maar als ik nu terugkijk, dan klopt dat volgens mij eigenlijk niet meer. Het idee, de bedoeling is vooral om te zorgen dat mensen er minder mee bezig zijn, minder mee gepreoccupeerd zijn, noemen we dat. En er minder last van hebben en op een andere manier om kunnen gaan, waardoor ze gewoon hun rol als student of werknemer of clublid of buur gewoon weer kunnen vervullen, zonder dat die dingen dat hinderen. Wat is in jouw ervaring het succes van zo'n therapie? Dat wisselt sterk. Wat ik wel zie is dat eigenlijk iedereen er wel iets aan heeft. Dat is ook omdat er zitten ook gewoon een aantal onderdelen in die volgens mij voor elk mens nuttig zijn. Het simpele besef dat betekenissen, dat wij betekenisgevende wezens zijn en dat de betekenis die we geven aan dingen die gebeuren, grote en kleine dingen in ons leven, dat die heel veel invloed hebben op hoe we ons voelen en gedragen, hoe we erop reageren. Dat we dat dus ook kunnen veranderen? Dat je daar invloed op kan hebben, dat je gedachten die je hebt niet per definitie waar zijn, dat je die kan onderzoeken en kan toetsen. Dat zijn volgens mij zinvolle dingen voor iedereen om te weten. Dus wat we eigenlijk zien is dat iedereen er wel wat aan heeft. We zien dat sommige mensen worden echt volledig klachtenvrij. We zien dat heel veel mensen hebben heel veel minder last van de klachten, maar die blijven voor een deel wel bestaan. En dat is eigenlijk wat we ook in onderzoek zien. Het is de cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte de therapievorm als het gaat om praattherapieën of psychologische behandelingen. En daar zie je inderdaad ook dat dat de effecten zijn klein tot matig, noemen we dat. Dat betekent dat sommige mensen er veel aan hebben en veel mensen een beetje. Maar er zijn ook mensen voor wie het niet de juiste therapie is, of voor wie het niet de juiste match is met de behandelaar, of niet het juiste moment. Dat zien we ook vaak, dat mensen op één moment zeggen, ik heb het geprobeerd en dat werkte niet zo. Maar dat ook gewoon bleek dat op dat moment het ook de tijd misschien niet helemaal rijp was. En dat op een later moment het wel wat op kan leveren. Op welk moment denk jij dat er begonnen zou kunnen worden met psychotherapie? Nou, met psychose? Dan denk ik twee dingen. Ik denk, punt één denk ik dat de hele geestgezondheidszorg een wat meer met een psychologische kijk naar psychose moet gaan kijken. Minder medisch, meer psychologisch? Ja. Dus ik denk dat en ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Ik denk dat je ziet die ontwikkeling ook wel ontstaan. In Engeland zijn ze daar bijvoorbeeld wat verder in dan in Nederland. Daar zijn ze al een paar jaar bezig om het wat psychosocialer te maken. Ik denk dat uiteindelijk elke behandelaar moet gaan praten met mensen over wat is er nou met je gebeurd en hoe kom je hier nu. Ook bij cognitieve gedragstherapie, daar hebben we niet zo over gehad, maar kijken we ook heel erg naar wat heb je allemaal meegemaakt en wat je allemaal mee hebt gemaakt in je leven. Hoe ben je opgevoed? Wat zijn de belangrijke lessen die je van thuis hebt meegekregen? Maar in welk stadium zou je daarmee kunnen beginnen? Ja, ik denk dat bij je eerste gesprek, bij je eerste contact met GGZ, dat al psycholoog zou moeten zijn. Ik denk de psychologische behandeling specifiek, waarin je echt heel specifiek met die betekenis aan de slag gaat. Daar is de richtlijn bijvoorbeeld ook vrij duidelijk over, daar ben ik het eigenlijk mee eens. Dat zou iedereen gewoon direct aangeboden moeten krijgen. Ja. Feit is helaas dat ondanks alle onderzoeken en goede boeken en trainingen, dat we ook zien, en daar hebben ze ook weer onderzoek naar gedaan, over onderzoek naar, dat helaas maar een heel klein deel van de mensen, zo'n 10% waarschijnlijk, het echt ook daadwerkelijk aangeboden krijgt. Maar 10% van de mensen met psychose krijgt in de loop van hun leven? Dat is een goede vraag. Ik vrees van wel. Ja. Als ik de onderzoeken goed citeer, maar dat denk ik wel. En dat past ook wel een beetje bij mijn eigen schatting, hoor. En er zijn hele GGZ'en waar geen cognitieve gedragstherapeuten rondlopen of waar geen psychologen in het team zitten. Wat ook nog een probleem is, als je een goede behandeling wil, moet het wel klikken met de therapeut. Ja. Dus er moeten eigenlijk minstens twee therapeuten zijn. Want je moet kunnen zeggen, mag ik alsjeblieft bij meneer Jansen of bij mevrouw Pieter? Ja, dat zijn dingen waar dat ben ik een beetje eens. En ik denk dat zijn allemaal nog dingen waar wij nog vrij behoudend in zijn, hè, in de geestgezondheidszorg. En dat zijn denk ik wel dingen voor de toekomst. Hè, dat je zulke soort factoren, dat die een belangrijke rol gaan spelen. Van wat voor iemand past nou bij jou? Wat voor een stijl past nou bij jou? We weten ook dat
dat ook een belangrijke, ook binnen therapie, ook een belangrijke voorspeller is van het effect. Ik vind het ook altijd heel logisch. Als iemand tegenover je zit waarvan je denkt, ja, ik vind het een beetje een flapdrol. Dan gaat alles een oor in, ander oor uit. Als het iemand is waarvan je denkt, ja, die gelooft in mij, ik heb een klik met die persoon. Daar komen ook zijn of haar woorden meer binnen. Ik denk ook dat bij psychose het ook wel onderdeel is van het vak. Dus ik denk dat de meeste psychologen die werken met CGT bij psychose daar ook wel heel goed in zijn. In het goed opbouwen van een werkrelatie. Bijvoorbeeld doordat, en dat is niet nieuw, want eigenlijk de CGT is in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90 eigenlijk ja, veel, zijn we dat veel gaan gebruiken bij psychosen. Een cognitieve dwangtherapeut heeft nooit gevraagd of gekeken naar een diagnose. Heeft nooit gezegd, jij bent paranoïd, je hebt schizofrenie. Die hebben altijd gewoon gezegd, ja, wie ben je, waar heb je last van? En ik denk dat dat er ook voor zorgt dat mensen over het algemeen de therapeutische relatie ook vrij goed inschatten bij cognitieve gedragstherapie.